jaar hebben we gekozen om op een broedmeer te vissen. We hebben ook een kleintje erbij. Kees is al een beetje gewend. Maar goed, het is toch spannend op een meer van 440 hectare. Het is een langgerekt meer. Mooie omgeving, uiteraard. Dat staat centraal. Gewoon de natuur. We weten er niks van. Dat hoort ook bij het avontuur. Zo gingen we vroeger eigenlijk ook altijd op pad. En daarbij is dit 4 uurtjes rijden van ons vandaan. Dus wellicht de mogelijkheid om ook zelf te ontdekken. En het is echt, echt, echt een mooi meer. Aangekomen op plek van bestemming. Lekker meertje, Wout. Heerlijk meertje. Laatste spulletjes. Leuk plekje. Boot inladen met deze drijf. Kees heeft nu al een tak uit de rivier. Lekker Kees. Heel goed, man. Oké, Wouter wordt helemaal gek. Dit is het mooiste wat er is. Bomen in het water staan, kijk of je wat ziet. De bodem kijken. Zo blij als een kind. Bizar, hoe vet dit is. Wat is er nu, Casey? Nu durft hij niet meer terug. Liggen jullie gewoon lekker in de boot? Lekker wichtje hier tussen ons in. Ideaal. Zo, het eerste nachtje zit erop. We werden wakker in deze prachtige omgeving. Gisteren kwamen we een beetje laat aan. Maar goed, de loco heeft ons geholpen naar een trailhelling. Ging allemaal echt helemaal top, konden makkelijk inladen. We hebben nog zeker 1/4 van het meer kunnen bekijken. 1 plek of 2 plekken kunnen voorvoeren. En hier zijn we in stand aan de slag gegaan. Op een beetje een ondiepe uitloper, want je hebt meerdere kreekjes helemaal langs het meer. Dus die gaan we vandaag ook bekijken. Het is helder, dus we kunnen nu met de bril zeker 3 meter diep kijken. Dan gaan we het hele meer rond, dus 12 kilometer heen en 12 kilometer terug. Voeren we nog een plekje onderweg. Dan hebben we 3 stekken. En dan gaan we vanavond op de eerste voorgevoerde stek zitten. Dat is wat hoger op, wat ondieper. En net als eigenlijk bij ons stuurstuk op de Lot, is het gewoon bij de barrage stroomafwaarts is het diepst. Naarmate je stroomopwaarts gaat, ondiep. Ik geloof dat er iemand ligt te tukken, maar Kees, bedankt voor je bijdrage. Kortom, we gaan dus zoeken en genieten. En ja, avontuur beleven. Dit is heel cool dit. De riviertjes komen er dus uit. En die bodem is gewoon heel nice. Zo, dag 2. We zijn lekker aan het varen. Nu op sec 2. Gooi we even wat voer erin. En dan gaan we instant de ondiepe zone opzoeken. Naarmate die hoger opgaat, dit is op de grond, wordt het ondieper. Dus dan komen we hier morgenavond terug. Er ligt hier 2 dagen voer in. Zometeen bevoeren we nog een andere sec en dan pakken we die erna. En dan gaan we kijken wat het oplevert. We hebben de hond uit laat op tijd. Dus ze ging het niet helemaal soepel. Keetje. Daar ben je, Mimi. Oeh. Wouter doet ook even de andere kant helemaal. 4 meter diep.
Nu wordt smullen geblazen. Die plata bosjes. Oeh, op deze motherfucking vette plek. We zijn weer lekker aan het varen. Het zou bewolkt zijn, maar het is eigenlijk weer gewoon echt top weer. We zijn nu bij Ondiepe Arm, waar een riviertje in komt. Ja, er zijn meerdere riviertjes die hier inkomen. Ondiepe zones. Dus we hopen daar gewoon wat vissen te kunnen zien. We hebben net een leuk gesprek gehad met een oud baas, die woont hier 40 jaar. En die had net een forel gevangen en die heeft zeker ook in de paai veel karpen gezien. Dus er zit wel karpen. Alleen ja, het is gewoon een zoektocht. En dat, ja, dat is gewoon leuk, veel varen. En hopelijk zien we wat. En dan schuiven we vanavond aan op onze tweede stek. Daar ligt nu 2 dagen voer. Onderweg bevoeren we nog een stek waar we morgen gaan zitten. En dan, ja, dan is onze zoektocht sowieso geslaagd. En weten we weer meer. Karper. Ja. We zien hier steeds karper. Ik zwaai veel te veel met die camera, maar hier zagen we ze bij die wierbedden. Simpel lichtje. Alright, captain, hoe gaat ie? Goed. Waar gaan we heen? We leggen onze nachtstek. Dag 3. We gaan nu de hengels uitvaren op de tweede nachtstek. We hebben ook de dag weer heerlijk kunnen kijken en mooie plekken gezien. Zeker ook het paaigebied was echt heel tof. Ja, dit is eigenlijk een soort schiereiland. Met een langzaam aflopend talud en aan de overkant is het echt extreem diep. Eigenlijk min of meer van binnen buitenbocht van de rivier. 2 dagen gevoerd. We gaan even kijken, we gaan alles secuur uitvaren. En ondertussen liggen we hier in de mangroven. Dus dat is echt goed uithouden. De bollen zien we nog liggen. Dus dat is in ieder geval een slecht teken. Alright, op 2,5 meter. Visje. Mooi zo blij geweest met een kleintje. Zeker als je ziet van wat voor water die afkomt. Hoe groot kan de voldoening zijn op zo'n onbekend water? Voor ons in ieder geval. En dan gewoon vangen. We hadden er eentje verspeeld al vannacht. Ja. Dit is gewoon echt waar je ze voor doet. En hoe groot ze dan zijn, maakt echt geen bal uit. Of de karper. Zo, we hebben ons eigen privéstrand. Echt heerlijk. We gaan nu even ontbijten. Het visje teruggezet. We gaan hier een dagstek van maken, zoals we ontspannen ook. Kunnen we ook lekker een beetje zwemmen, het water inlopen. Allemaal wat, gewoon wat relaxter. Thank you.
Zou je dit nog een keer doen? Zo op een meer met... Met kind? Ja, met kind en hond en een gekke man. Ja, we hadden het erover dat je normaal dan misschien naar een camping gaat of zo, maar dit is echt zo ideaal met... Ze ligt tussen ons in. Ze is de hele dag bij ons, dus dat is ook wel chill. Ja, zeker. Je struikelt bijna over als je helemaal afgaat, maar voor de rest. Nee, het is gewoon ideaal. En dit meer is gewoon vet. Je hebt gewoon je eigen privé-strandje hier. Ja. Je kunt hier gewoon even zwemmen, even eten. Ja, uniek is echt het. Echt ideaal. Kom je eindelijk toe aan de echte dingen die nodig zijn. Zeker. Is er weer een onderlijn gesnuiveld? Ja, die bodem is nogal rotsachtig. Dus elke keer ophalen gaat die haak eigenlijk op. En net hadden we nog last van onder water staande bomen. Daar was eentje weggehaald. Dus eigenlijk gewoon elke keer opnieuw ingooien is. Spannend laatste nacht. Het zou mooi zijn als we nog even... Een dikke karpen vangen. Yo, dat bedoel ik. Kiek is ook al melig van het blanke, dus... We moeten nu... Dus we moeten nu even wat aardbeten halen. Wat doe jij het goed op de boot? Er komt een beetje dreigende lucht aan, maar hopelijk wordt het niks. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Maar wellicht is de, ja, die wind en al die andere ellende wel goed voor een aanbeet. Wat fuck, jongen. Nou, dit is echt niet tof. We moeten een mes hebben, dat is het enige wat we nodig hebben. Omdat we die touwen door kunnen zijn en meteen weg kunnen gaan. Oké, status update. We varen naar de haven. Wout trotseert het weer, maar het is eindelijk weer rustig. Maar we gaan geen risico lopen. Wout heeft net de auto gehaald. Die denkt waarschijnlijk, ik ga traileren, rot maar lekker op, we gaan naar huis. 2 uur 's nachts, kind gevoed. En Wout, wat is de status? Wat zei je? Wat is de status? Oh ja, de auto hebben we nu gehaald. What the fuck, hey. We zijn veilig aan de haven. Die hagels waren vooral echt... Ja, gingen het dwars door die tent heen, hè, bijna. Ja, dat doek is gelukkig wel, we komen wat hebben. Ja. Maar ze waren echt, ja, het is jammer dat we het niet gefilmd hebben. Ik denk zeker 3 centimeter doorsnijden, ja, minimaal. Echt mega groot. In de auto te wachten tot de regen voorbij. Ja, om weer naar weg te komt weer deze kant op. Oké, dus lekker aan het slapen. Ja, we gaan in de auto zitten en de verwarming aan. Verwarming aan. Ik ga er echt nog heen en weer, man. Zo, die golfslag zit er. Dat is bizar, hoor. Godverdomme. Zou ik het allemaal kunnen opslaan? Het is 4:15 s'nacht. Ja. We kunnen nog niet trailen, want dat gaan we niet doen. Nee, dat doen we op die steile helling. Nu ziet het er weer heel nice uit allemaal. Alle spullen ingeladen? Trailen we zitten? Nee. Hoog erop? Ja. Nice. Nou, Bikkel. Wacht, volg je gewoon, hè? Ja, er moet 1 filmen altijd. Bootje klaar om te gaan. We gaan lekker naar huis. Daar zit wel vis.